Maar wat doet je dan eigenlijk? Precies zo, echt een echte relatie. Dat iedereen gewoon doen, oké. Okay. Nee, dat is de vader. Oh my god. Oh maar ik was een beetje verrast. Pak mijn sorry terug. Ah, wat een topgrid. Oh, echt? Preach. Preach. Hallo. Hallo. Ik ben Hestia. En ik ben Annelies. En je luistert naar Preach. <laughs> Een podcast waarin wij basically een beetje lullen voor de leut over de dingen die ons bezighouden. en waarvan wij vinden dat ze aandacht verdienen. En dit keer is dat. dat zeg ik niet, want. Uh, Oké, okay. dit keer is het uh, een verrassing. Uh, we tasten nog in het duister. Nee? Ja, ja. <laughs> Deze map wordt later duidelijk. Okay. Uh, voor we in de aflevering van vandaag duiken. Ons ritueel zoals altijd: de mood of the day. We checken even in bij elkaar hoe we ons voelen en drukken ons uit aan de hand van een vrouw, fictief of echt. Kwestie dat we elkaar een beetje begrijpen. Wie ben jij vandaag? Ik voel me uh, Dory van uh, Finding Nemo en Finding Dory. Mm -hmm. um, omdat ik vaak heb. Welke dag zijn we vandaag? <laughs> Wat is er net gebeurd? <laughs> zo, zo, Ik vergeet. Mijn korte termijn geheugen is precies een beetje aangetast door de lockdown situatie. Oké, okay, leuk. Zo, is een leuke vergelijking. En jij? Ik voel me de fantastische comedienne Serine Ayari. Um, af en toe zet hij op Instagram zo van die uh, video's waarbij dat ze vragen beantwoordt van haar fans. En dan zegt hij soms. Um, I'm not judging, but I am. <laughs> um, als mensen iets doen waar die niet per se fan van is. En, oh, ik moet altijd zo hard lachen, want dat is zo herkenbaar. I'm judging, but. Not judging, but I'm judging. <laughs> dat is heel leuk. Ja, 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 ja. <laughs> voilà. zo, ik ben fully supportive, maar eigenlijk. Helemaal niet. <lacht> <lacht> ja, inderdaad. Ja. Maar vandaag wil ik het eigenlijk heel graag met jou over reizen hebben. Um, dus denk eens terug aan die vervlogen tijd. Um, en wat voor uh, een... Type... Remember, remember, remember. <laughs> wat voor een vakantieganger heb jij eigenlijk? Oei, uh, wacht even. Mm, reizen. <laughs> wat was dat weer? Um, ik ben een, uh, uit pure noodzaak misschien een beetje een solo-traveler. Mm -hmm. um, iedereen in mijn omgeving heeft een lief of. Andere vrienden waarmee dat hij op reis gaat. Dus ga ik alleen. Um... Wat ik dan leuk vind om te doen, is om dat te koppelen aan iets... Ik ben bijvoorbeeld naar Rome geweest, maar dan vind ik dat leuk om dat te koppelen aan een workshop pasta maken. En een workshop tiramisu zelf leren maken. Uh, zodat ik toch zo um, een houvastje heb of zo. En daar leer je dan ook wel sowieso mensen kennen, dus dat is ook al plezant en of zo'n yoga retreat naar Kos, dus dat je en een zwembad hebt en dagelijks beweging en zo. Dus ik probeer het wel nuttig te maken of zo, maar ook plezant. <laughs> oh ja, oké. Okay. Maar zet je dan zo iemand dat super voorbereid is, of eerder zo van oh, all-inclusive? We gaan hier alles is voorbereid voor ons. We gaan hier niet te veel moeten doen. <lacht> nee. <lacht> Mijn laatste reis was naar Kos. Um, en ik was daar zo op de bots, gelijk dat ze zeggen. <laughs> Wat? Uh, zo op de bots. Zo super spontaan van: oké, okay, ik Waarom? ga naar daar. Fuck it. En, um... Op de bots. Nicolas zegt opera day. En dat zijn zo woorden die volgens mij niet bestaan. Nog dat van u, nee. nog dat van Nicolas. Maar dan denk ik: dat is zo, oh, dat is zo schattig. Als mensen zo, zo dingen zeggen. Ik vind dat mega cute. Op de bad. Ah, oh, geweldig. Normale mensen zeggen um, zo op pad of zo. zo de bot. Nee, het is, het is eerder heel spontaan of heel impulsief, ja, dat ja, ja. dat wil zeggen. Maar dus ik was, ik was naar Kos gegaan en eigenlijk wel op voorhand een beetje opgezocht van ja, wat kan ik daar dan gaan doen? En, en wel gedacht van oké, okay, ik ga dan... Naar daar eens proberen wandelen, of, of weet ik veel. Mm -hmm. uh, maar, maar dat was ook geen all-inclusive. Er was wel ontbijt bij dat hotel. Um, en dan verstuikte ik de eerste dag zwaar met een voet. En toen zat ik daar in een hotel zonder lunch en zonder avondeten. En ik kon nergens naartoe. Dus de ah. uh, volgende keer misschien toch <laughs> iets meer voorbereid. <laughs> iets meer. <laughs> ik wil een mopje maken over... A. Je vakantie is dan gebotst of zo, maar het is gestrand. Dus dat ga ik ook niet. Ja. Maar er was een strand in Koos, dus het was wel. Nee. Hey. Oh, jammer. Ik ben ja. wel zo iemand dat als ik naar een, een stad of een nieuw land ga, dan ben ik wel zo iemand dat zo 360 moet doen. En de cultuur, en ik moet in de stad mm. zijn gewandeld, en ik moet in de natuur hebben gezeten. en... Allez, zo. Je wilt zo alles ja. zien of weten van dat land of die stad, maar ik merk dat ik zo heel mm -hmm. vaak ook zo, als ik nu gewoon vier uur op het strand lig, naar de zee kijk, best een dag ooit, Allee, of zo. Dus dat dat, dat echt wel elke dag kan veranderen. En zolang dat er goed eten is, ben ik eigenlijk echt wel een happy duck. <lacht> dus, <lacht> dat, dat, dus op zich is uh, all-inclusive ook wel voor oh, u. Oh nee, oh nee. Nee, 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 maar dan kan ik niet, dan kan ik niet op Rad. <laughs> ik moet wel echt mijn eigen goed. Dan kan je niet op de bots naartoe, ah, ja, kijk. Uh, <laughs> voor, voor, ik haat... Ik, ik, nee, ik haat het niet, maar ik ben geen fan van zo... Um, pakketjes van reisoperators of zo. Van maandag doen we dit, en ah, ja, dan doen we ja. dat. En dan ga je op de bus, en dan zit je op die bus, en dan ga je naar die, die... En dan ineens zijn we mm. in een tapijtenwinkel, want we hebben daar een deal mee, maar niemand moet een tapijt hebben. Dat ik zo denk, doe me deze niet aan, want deze is geestelijk. Ja, 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 ja. Ik zie niks van de lokale bevolking, ik kan niet zelf kiezen waar ik ga eten. Of, ik heb niet stipt om twaalf ja. uur honger, hè. En al zeker niet in een buffet dat elke ja, dag ja, ja. hetzelfde is, <laughs> of zo. Dus ja, nou, ik ben er nee. Een fan. De eerste reis dat ik met een vriendin mocht doen, uh, van, van mijn ouders aan dat wij echt met twee alleen zonder ouders op, op, uh, mm -hmm. op radé gingen, zal ik zeggen. <laughs> um, <laughs> um, de, de... Ik wist tot dat... Wij gingen als familie eigenlijk niet vaak op reis. Dus ik wist eigenlijk niet zo goed wat dat mijn type reis was of zo. Ah, ja, ja. En, en zij was van thuis uit gewoon... Ah, we gaan naar een All-Inclusive Hotel. We zetten ons daar heel de dag aan het zwembad, een week lang en we zijn op reis geweest. Dus dat was ook de soort reis die we dan hadden geboekt. En voor mij was het echt, ik verveelde mij dood yeah. na twee dagen, want ik dacht: gaan we nu echt elke dag heel de dag aan het zwembad zitten? What the fuck? Ja, <laughs> maar ja, voor sommige mensen is dat superleuk, Maar voor mij was dat zo. Maar ik wil iets doen. Er is toch nog iets buiten dit hotel. Dat kan toch niet? <laughs> ja, inderdaad. Ja, ik. Uh, ik we hebben dat eens één keer zo met school gedaan. Eindreis Turkije. Geen hmm. idee hoe dat ik Turkije eruit ziet. Geen idee. Nee, nee. <laughs> Wel hoe dat hotel eruit ziet. Ja, Echt en waar? hoe laat dat je een pannenkoeksje kunt gaan halen gratis, <laughs> dat wel. Maar in ja, hoeverre de supermarkt van het hotel is, dat weet ik ook. <laughs> maar... Ja, ja, ja. Echt waar. Nee, ik ben geen... Uh... Nee, geen fan. Maar iedereen zijn dingen, hè. Uh... Ja, ja, absoluut. <laughs> maar... Als jij hebt toen... Not toen, judging, but, but judging. <laughs> ja, exact, exact. Toen jij in Rome was, heb jij toen ook het Colosseum ja. gaan bezoeken? Of gezien? Of? Ja. ja, ja, ja. ja okay. heb, en heb, Stel uh... nu dat je naar Mexico op reis zou gaan, zou je dan ook graag het mm -hmm. huis slash nu museum van Frida Kahlo bekijken? Hallo, uh, is dit een vraag? Okay. Ja, we nemen het er nu naartoe. <laughs> ik wist dat jij ja ging zeggen. <laughs> <laughs> ik heb zoek naar uh, een vraag waarop jij ja ging zeggen. <laughs> <laughs> ja, Wat waren zo de vragen waar ik nee op ging zeggen dan? Um. Heb je, ben je al eens naar de Lond London Dungeon geweest? Ah ja. Oh, Godverdikke, dat is ook... <laughs> Sorry. Ik ben, dat ja, is 50% kans, dus ik dacht, oei, dat is ja, goed ja, ja. genoeg? Maar um. dat was ook wel met, de, met school zo verplicht. Ah. Onze, onze eindreis was niet naar Turkije, was naar Londen bij een gastgezin. Wauw. En een van de uitstapjes die gepland was, was aan de London Dungeon. Oeh, en wel, dan ben jij misschien een dark tourist. Ik ga wel de Engelse term gebruiken, omdat duistere toerist, zo wordt het in het Nederlands genoemd, ja. een beetje klinkt als zo um, een slechterik in een serie of zo. Dus dat, dat komt zo niet op. Ja. Um, maar het klinkt ik... zo als Kuifje en de duistere toerist. Ja, ja. exact, exact. <laughs> um, dus vandaag wil ik het heel graag over dark tourism hebben en daar dieper op ingaan. Mm -hmm. Maar, zoals okay. niet jij, maar de luisteraars zijn waarschijnlijk wel, gaan denken, wat is dark tourism nu eigenlijk? En dat is eigenlijk gewoon toerisme ja, ja. op historische plekken. Allee, toerisme waarbij historische plekken worden bezocht, mm -hmm. die specifiek te maken hebben of geassocieerd worden met dood, tragedie, erge dingen die gebeurd zijn. Um, en ik vond het mm -hmm. leuke dat er ook wel een link was naar um, de Griekse mythologie. Al alles kan altijd teruggedraaid mm. worden naar oftewel ja, precies, Diana, hè? oftewel <laughs> Griekse mythologie. <laughs> <laughs> en ja. het um, okay. Een ander woord voor dark tourism is ook wel Tana-toerisme. En thana is afgeleid van Thanatos, en dat is een figuur uit de Griekse mythologie. En dat is eigenlijk een beetje de persoon die staat voor de dood. Basically. Um, maar die wordt ja. een beetje overschaduwd door Hades. Okay. Dus iedereen kent Hades, maar Thanatos is eigenlijk de real deal. Um, en het coole is dat Tana okay. ook voorkomt in woorden zoals e Tana zie, maar dan anders gezegd, mm. zoals normale mensen dat zouden ze zeggen. Utanazie. <laughs> um, dus yeah. Daar komt dan ook dood van. Ik kan, uh... Daar komt dat vandaan. Um, ja. Disclaimer: we gaan het over dark tourism hebben. Wat maakt dat het soms een meer morbide sfeer kan zijn. Er wordt gepraat over genocide, holocaust, um, zelfmoordplaatsen. Uh, dus als je je daar niet comfortabel bij voelt, dan kan je best gewoon nu. Um, het gesprek verlaten. Het gesprek verlaten. <laughs> not judging, really not judging. Voilà. Um, Annelies, heb jij al eens van de term dark tourism gehoord? <laughs> Buiten het net. <laughs> um, <laughs> ah, wel, toen dat jij zei uh, dat je het daarover wou hebben, heb ik natuurlijk wel even ge ge opgezocht, mm -hmm. zodat ik niet helemaal uit uh, de lucht kwam gevallen. Ja. Um, en, dus, uh, en toen besefte ik, ik dat ik eigenlijk wel al veel gedaan heb. Ja, ik ook. Ik, ik ben bijvoorbeeld naar de 9-11 uh, oh, Memorial site geweest. Ja. Yeah. Um, naar zo'n concentratiekamp in Berlijn. Nee, in Berlijn. Auschwitz. Potsdam of ah, zo. Ja, oké. Okay. Yeah. In, in Duitsland ergens. Um, yeah. Naar, ja, gewoon Berlijn in zijn totaliteit is een beetje een. Ja, wandelend museum. Op de lucht, Dark Tourism ja. Museum of zo. Ja. Um, maar um, ik, wa, ik was zelf een beetje verbaasd als je erover begint na te denken hoe vaak dat je dat eigenlijk wel doet. Ja. Uh, hoe, hoe dat veel toeristische plekken eigenlijk afstammen van dood en verderf. Ja, ik vond dat heel frappant om te ontdekken. Dat, ik had dat gevoel ook dat ik zo het had van oh shit jong alles wat wij belangrijk vinden of waar een toeristische attractie rond zit is meestal iets um, gebaseerd op iets negatiefs of een slechte persoon of ja. ooit gelinkt geweest aan moord of aan een wereldoorlog mm -hmm. en dan aan de andere kant denk ik oh dat is ja. goed, en dan ja de geschiedenis blijft leven in Mensen blijven. Ja. Um, ja, hoe zeg je dat? Zo, het hele educatiepunt van: je moet deze weten, want deze is gebeurd. We mogen dat niet vergeten. We mogen dat zeker niet herhalen. Dat vind ik wel heel interessant. Ja. Maar als ik dark tourism hoor, ja. dan ik dacht persoonlijk dat dat ging over: ah, oh, ik kan, um, ik wil lijken zien of ik wil. Mensen zien dat het erg hebben, ja. of ik wil zo het hele vieze, guren. Ik had ook eerst, toen ik zo las wat het was, dacht ik: Allee, wie doet dat nu? Wie... Ja. Allee, zo ja. eerste reactie is zo: Allee, wie wil dat nu zien? En als je dan begint te kijken wat dat dan zo'n plekken zijn, dan denk je: Oh my god, ik heb dat echt al fucking veel bezocht. Ja, exact. Um. Want ik vind dat zo zot, want het wordt ook wel omschreven als ...erfgoedtoerisme. En dat zijn een soort ah. van educatieve reizen dan. Want erfgoed kan in de vorm zijn van... ...een mooi kasteel, een, een stambeeld van een dichteres... ...of weet ik veel. Maar je hebt uh -huh. natuurlijk ook de meer donkere kanten van de geschiedenis. En dat is ook onze erfgoed. Ik was dan altijd aan het denken... ...hoe komt het nu toch dat iedereen zo gefascineerd daardoor is? Want je wil... Ja, of ik was daar ook gebeurd, aan het denken. Want ik, ik begon te denken... Eigenlijk is dat de toeristische versie van True Crime zitten bingen of zo. Ja, ja, exact. Wist je dat True Crime ook de meest populaire genre is van alles? Denk maar zo aan podcasts zoals de Volksjury, Jury of series zoals Mindhunter, True Detective, mm -hmm. Dexter, Dat Heb ik ook helemaal gezien. Zo, films over Ted Bundy zijn nu ook. Allee, met Danzac Efron waren ineens een super grote hype. Ja, maar ook de documentaire-reeks, de Ted Bundy tapes, met dan echt Schiet. zijn stem en zo. Ja. Niet, niet alleen de fictie dat erop gebaseerd is, maar ook veel Netflix-reeksen dat gewoon... Echte bewijzen ja. en re... Hoe zeg je dat? Reacties? Nee, reconstructies. Reconstructies, denk u. Dus mm -hmm. ik heb dat dan een beetje opgezocht, want ik dacht, ha, hoe kan dat nu dat mensen dat interessant vinden? En het gaat dus eigenlijk over... Mensen zijn gefascineerd door andere mensen en vooral mm. hoe dat, um, het verhaal erachter is over of hoe dat het zo ver is kunnen komen. Ja, um, je wilt dat en, kunnen snappen of zo. Ja, want er zijn eigenlijk vier grote redenen waarom dat mensen true crime zien of zoeken of daar actief, um, ja, soms ook een obsessie voor hebben. En het eerste is misdaad kan iedereen treffen. Dus dat maakt het zo universeel. Dus ongeacht ja. wie jij zei of wat je zei. Twee is, um, het is heel laagdrempelig om vanuit je zetel, en je kunt een tv gewoon afzetten op het einde van een dag, toch in een soort van wereld te kruipen waar je eigenlijk niks van weet. En dat eigenlijk net zo dat duisteren en naar rare en naar guren is. En dan kunnen we mm -hmm. zeggen van ah, Chance dat het niet bij mij is. <laughs> en dan gewoon zo hop, yeah. dan ga ik slapen yeah. of zo. <laughs> um, en, ah. Ja, dat is echt zot. Maar, en het derde is, blijkbaar als je naar zo van die series of documentaires kijkt, komt er een soort chemische reactie in je lichaam vrij, waarbij je morele: dit is yeah. goed, dit is slecht um, piekt. Dus dat je zoiets hebt van ah, ik doe dat niet, aan ik ben een goede persoon. Oh, ja, of zo. ik zou zoiets nooit doen. Ja, dus dat je je ja, ja. eigenlijk ook een beetje beter voelt door je eigen, terwijl ik zoiets had van... Ik, ik maak me echt zorgen over de mensheid eigenlijk. Als ik zo van die dingen hoor of ja. lees en ik denk... Welke zieke fuck. Eet er nu mensen op? Of ontvoert die? En weet ik veel wat die ermee ja. doen. Allee. Dus dan denk ik... Ik voel mij niet beter over mijzelf. Ja. <laughs> ik heb angst. Nee. En, en ik heb ook heel vaak zoals als pakt aan ted bundy. Dan denk ik, dit zou mij keihard kunnen overkomen. Hè? Een knappe man die u aanspreekt. Mm -hmm. je, je denkt niet direct: Serie Allee. Ja, 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 maar... u, u ja. Je voelt je keigen geflatteerd en oh mijn god, die heeft oog voor mij. Mm -hmm. En die koos altijd zo van die mensen draad die misschien niet in eerste plaats al die zich niet gezien voelden of zo. Mm -hmm. En dan denk ik. Die lopen gewoon tussen ons, hè, die mensen. Die, die zijn gewoon... Yeah. They're all among us. <laughs> ik word er heel bang van, yeah. ook vooral. Dan dat je zo heel... Je um, wordt wary van iedereen. Je zei zo yeah. heel... Oei, dat vind ik wel raar dat je dat doet. Het is zo de bol yeah. in het echt. Ja. Yeah. <laughs> en, en, en dan heb je zo... Gelijk hier in, in, in België dan... Met... Uh, wie was dat? Ronald Janssen of zoiets? Yeah. Dat iedereen zo een beetje, oh my god, maar dat was gewoon een leerkracht en een vriendelijke buurman. En yeah. dat iedereen zo even van zijn sokken wordt geblazen. Van. Die woonde gewoon daar en die zag er gewoon een man van middelbare leeftijd uit. En niemand heeft ooit gedacht dat hij zoiets zou doen. Ja, yeah. dat is echt zo. Dat, ja, het is, het is heel. Fucked up. Ja, ergens denk ik ook dat je daar naar kijkt om beter te beseffen hoe kan ik mij daarvoor weren of is er een soort van patroon bij die mensen? Dat ik dat, ja. Als ik dat zie, dan weet ik dat of zo. Um, ja. Maar ja, ergens... Je zei, iedereen is wel altijd een beetje gefascineerd door zo het afwijkende. Dus de term dark tourism is eigenlijk pas in 1996 voor het eerst gebruikt geweest door... John Lennon. Oh. Ja, maar niet de muzikant. Gewoon een wetenschapper met dezelfde naam. Oh. Gewoon ik ik dramatische pauze. Ja, zodat ik kon reageren. Oh, my god! Ja. In welk nummer heeft hij het dag geschreven? Hallo, ja. En um, zijn um, collega Foley. Dat zijn twee onderzoekers van de Schotse Glasgow-liever. Glasgow, Caledonian University. Jezus. Um, dus het woord is eigenlijk <laughs> vrij nieuw. Maar ik dacht dan, oké, okay, dat woord is vrij nieuw. Maar het kijken naar en het bezoeken van morbide zaken of plekken, helemaal niet. Want ik was dan aan het denken van oké, okay, dat Colosseum in Rome. Wat daar is gebeurd, dat zal helemaal maf dat mensen betalen om dat te zien. Of in de 16e eeuw die openbare uh, ophangingen in Londen. Dat was gewoon standaard. En dan zei. Zeiden... Ja, dat was. Oeh, zondagactiviteit. Ja, of zo. Van oh ja, ge deze gebeurt. Ja. Um, pas maar op, want anders hij de volgende of zo. Het slotste dat ik vond was dat je John Lennon zei: 1815, de, de slag bij Waterloo. Er. Um, waren mensen, dus die slag van Waterloo was bezig, en er waren mensen dat langs de zijlijn gewoon met hun rijtuig aankwamen rijden om dat, die, om dat slagveld te zien. Om die, terwijl dat die aan het strijden ja. waren, om gewoon toe te kijken. Alsof dat dat zo een matinee was of zo. ramptourisme echt zo. Gelijk, als er nu een ongeluk ja. gebeurd is op de weg, dan vertraagt iedereen ook. Dat is echt maf. En dan um, was ik echt zo van... Ah, kan toch niet dat je dat wilt zien? Dat mensen elkaar fysiek echt afmoorden. Ik vind dat zelfs wel moeilijk in films. Dat ik zo denk, nou, had je het niet kunnen nou. uitpraten? Nou. Zo. Maar, ik snap de obsessie van, ik wil hier meer over weten. Maar mm -hmm. de obsessie van, ik wil dit zien en ervaren en zelf meemaken, dat vind ik een brug te ver. Je hebt zo op Netflix ook een show Dark Tourism. Mm -hmm. En uh, ik heb die eerste aflevering gezien. En uh, die, die presentator die ging dan bijvoorbeeld ook mee uh, ja. om zo over de grens te worden gezet in Mexico of zo. Ja, om te en, en dan denk ik. Ja, ja om iets te ervaren hoe het is. En dan denk ik, maar er zijn mensen die dat dagelijks met angst voor hun leven moeten doen. En jij gaat dat gewoon... Jij, jij wilt dat gewoon eens ervaren. Sorry, maar niemand zou dat moeten willen ervaren, eigenlijk. Hè? Ja, echt. En die betaalt dan wat, 50 dollar of zo om dan zes uur... Ja. Een beetje, om een beetje... Ja, heen en weer geduwd te worden zonder eten. ja, ja Ik denk, jij wordt gewoon een beetje geduwd. Als die mensen ja. echt in een hinderlaag worden gelokt dan gebeurt er wel wat anders dan gewoon ik duw die een beetje. Hè? Allee, zo... Geef die 50 ja, euro dan aan mensen die dat, dat nodig hebben. <laughs> De, ja. Dat is Ja, want ik denk dan... Sommige dingen hoef je niet te ervaren. Sommige dingen moet je gewoon nee. aannemen dat dat niet leuk is. Toch? Ik vraag hey. me eigenlijk nu af... Ik, ik heb daar een boek over gelezen, American Dirt, over een... een vrouw en haar zoontje die ook gaan zien dus trip maken, mm -hmm. is, want daar kwam dan kritiek op die boek ook dat, dat um, ja dat, dat ook een beetje oh, hoe moet ik dat zeggen ook zo wat ramptoerisme is maar dan in boekvorm of zo van ah ik wil dat eens lezen hoe dat dat is en dan dacht ik oei ben ben ik een slecht mens nee ik dacht gewoon van oei is dat fout maar anders zou ik totaal niet weten hoe dat dat is ja is dat is dat ramtourisme of is dat gewoon uzelf inlezen in een onderwerp? Ja, wel moeilijk. Want het is, het is, eigenlijk, het is fictie, hè? dus het is niet dat ik een ah, zo. Fa factual boek heb gelezen van dit is wat er feitelijk allemaal gebeurt. Het is echt met emoties en, en, en angst en drama en zo. Ja. Ik snap not judging, maar ik zou het zelf gewoon niet doen. Ja. Ja. Teken, hè? Want ik had dat ook zo. Um, dus om even dark tourism nog een beetje te kaderen, dat is eigenlijk een overkoepelende term. Um, want er zijn heel veel subcategorieën in. Je hebt bijvoorbeeld mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in alles Holocaust, alles communisme, alles yeah. nucleaire rampen, um, maar ook gewoon gevangenissen of um, personen dat je. Ik moet alles weten over Charlie Manson, of alles over die, de, de moord op JF Kennedy. En mensen zijn dan echt alleen maar ja. dat onderwerp. Maar er is een website, dark-tourism.com. Um, en die, is, die zeggen eigenlijk heel duidelijk: bijvoorbeeld zo, toerisme naar Sloppenwijken om te zien hoe daar mensen leven, um, reizen naar huidige oorlogsgebieden. Gevaartourisme, dus echt je leven in gevaar stellen. Spookjachten, iets paranormaal. Mm -hmm. of zo. fictief duistere plekken. dus zo filmsets van horrorfilms of zo. die horen niet onder dark tourism. Ah. Dat is echt gewoon next level. Um, omdat dat op zich nog ah, giftig ja. is. En dark tourism, in de heel enge zin van het woord. is eerder. het is al gebeurd, of het is recent gebeurd, maar het is wel geschiedenis. En het heeft te maken met dood. Maar ik vroeg me af of dat jij wist ja. wat de topbestemmingen zijn. Of de meest populaire bestemmingen. Voor mensen dat toch geïnteresseerd zijn in het thema. Ah, uh, mm, ik ga gokken. hè. Mm -hmm. Ja, waarschijnlijk Chernobyl klinkt wel als een. Uh... Uh, ja, ja, sorry. Ja. <laughs> ja, klopt. En wist je trouwens dat na die HBO-serie Chernobyl. Dat er 40% meer ja. toerisme is gekomen naar die plek? Ja, ik, wist, ik had dat toen gelezen en ik dacht... Dat is volgens mij niet het effect dat ze wilden hebben, maar oké. Okay. Ja. Dus, je, 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 je bekijkt een hele serie over stralingen. En dit is niet goed, en dit is er gebeurd, en hoe erg voor die mensen. En ik heb dat dan opgezocht ja. en dan waren er mensen dat selfies trokken in een halve bikini, hm. dat ik dacht... Ja. Besefte jij wat het woord Read the straling. room! Ja, zo... De straling! Niet omdat je het niet kunt zien. Dat het niet Ja. is. Mens! Allee, zo... En dan zo, ja. Ja. en dan zo glimlachen of selfies trekken. Van, oh, kijk, dit huis... Allee, dit huis is afgebrand. Zo... Wat? <laughs> Waar nog? Ja, ik heb... Ik, ik, ik vermoed gewoon... Uh... Dat, dat, dat er uh, de Auschwitz wel ook een heel populaire bestemming is? Ja, 200 miljoen mensen per jaar. Iets in Berlijn. Uh, ja, de bunker waar Hitler is gestorven, bestaat die nog? Um, nee, maar het is wel zo dat het illegaal is om zo echt een plek te hebben waar dat je Hitler kunt herdenken. Dus die heeft geen graf, uh, die zijn huis kunnen je ook niet meer echt bekijken. Um, ja, omdat er te veel mensen waren dat dat leuk vonden. Dat ze zoiets hadden van... Oh my god, hier heeft hij gewoond of dat heeft hij aangeraakt of zo. Ja, en dan... Sorry, maar er zijn echt fucked-up dingen. Zoals bijvoorbeeld Kim Jong-ul. King Kim, Jong Kim, oh. <güls> <güls> Kim Il-sung. De papa. En dan Kim Jong-il. Jezus, wat die namen... Um, die hebben dus die hadden een, wat is dat? een gigantisch huis waar hij woonde. En die ene gast is doodgegaan, en die heeft gewoon gezegd: mijn huis is nu een mausoleum. Dus het, het grootste huis in heel Noord-Korea waarschijnlijk is nu gewoon een fucking mausoleum, waar dat er gewoon standbeelden van hem staan. Plus die uh, ligt zo'n beetje zoals een sneeuwtje, gewoon in een glazen, een glazen kist met allemaal bloemen rond. En, dat is, en die, en die hmm. zoon dan ligt nu ook in het mausoleum. En dat, dat is het. Maar waarschijnlijk is de 9-11-site ook wel een populaire bestemming. Dat is nummer één. Ongeveer 5 ja, miljoen mensen per jaar. Ja, dat is wel indrukwekkend. Hè? Ik, ik werd daar uh, een beetje emotioneel van. Oké. Okay. Als ik daar stond. Uh, dus daar staan overal bordjes van... Hier mogen we niet meer spreken, hier moet het stil zijn. Um, dus, dus er hangt daar ook een gigantische stilte. Mm -hmm. um, en dat is dus een, een soort ja, watermonument. Mm -hmm. Dus er, er stroomt ook water, en alle namen van alle mensen die daar gestorven zijn, die staan daarin gegraveerd in die steen. En als je daar. Als je daar begint over na te denken, van, fuck, zoveel mensen die hier het leven hebben gelaten, dan, ja, dan worden we wel even heel verdrietig. Ja, dat snap ik ook wel. Want bijvoorbeeld, je hebt in uh, Rwanda heb je ook zo het uh, Niyamata en Kigali genocide memorials. Mm -hmm. Daar zijn echt nog, um, ja. Mijn excuses als ik het fout zeg, maar lijken ingepalmd of zo, of op een ah. speciale manier, maar niet dat dat, um, dat, dat gelijk blijft. Maar ja. al die lijken worden allemaal heel verschrompen en wit en die liggen daar gewoon allemaal op bedjes of op, in, een, uh, in een kamer of zo. Dus je ziet ook echt nog mensen. Maar hetzelfde met zo de, in Chung Ek, de Killing Field in Cambodja. Maar dan vraag ik mij altijd af, als het een grote ramp is of er gebeurt echt iets heel erg, dan doen we de moeite om de namen te onthouden of die ergens te zitten of daar echt van onthouden slachtoffers. Maar als het dan mm -hmm. gaat over bijvoorbeeld seriemoordenaars of uh, verkrachters, of, dan is het altijd die persoon, de dader. Wordt een cultfiguur. Ja. En alleen, ja. vraagt mij niet hoe heten de slachtoffers van Ted Bundy of hoe heten slachtoffers van die, die en die persoon. Ik weet het niet. Maar vraagt mij iets over die nee. dader en ik weet daar bij wijze van spreken alles over. Ik vraag me nou echt af: wanneer wordt een seriemoordenaar interessant of interessanter dan het slachtoffer? Er zijn Jack the Ripper tours. Maar er zijn geen tours over alle vrouwen dat hij heeft vermoord, terwijl dat wel dezelfde route is. Nee, ik had nog nooit zo bekeken. Ja. <laughs> Want dat had ik ook als vraag voor u, wat zou, specifiek voor België: hè? wat zou jij ervan vinden als er een tour is, de Bende van Nijvel-tour? En dan gaat je echt langs de verschillende sites dat ze hebben gedaan. En... Alles. Er. Ah, ja. Wat zou je daarvan vinden? Of, of als, als er een to-true-toer of zo is. Ja, ik wou dat eerst zeggen, maar ik dacht, oei, dat is misschien ineens te fel. Maar inderdaad, wat als er zo'n tours bestaan? Wat vind je daar dan van? Ja, je weet gewoon dat mensen dat gaan volgen. Hè. De vraag twee is dan, wat als het geld van die tour wordt gegeven aan het onderzoek of aan families van slachtoffers? Maakt dat dat dan wel oké? Okay? Of blijf je dan bij je eerste standpunt? Goh, het ding is: het is niet omdat ik het niet zou doen, mm -hmm. dat niemand het zou doen. Ja. Um, ja, ik zou wel willen weten hoe dat die slachtoffers daarbij voelen. Dan... Ja. Nu krijgen wij hier geld omdat iedereen wil komen zien waar dat onze kinderen in een kelder geen eten kregen. Ja. Dat is toch een maar... beetje vuil? Allee, dat is nu heel brut ja. uitgedrukt, hè? Maar... Nee, nee, maar het is zo. Wat is het verschil aan je geld geven aan een Binnen van Nijvel-tour of je geld geven aan de niet-schieten-film? Ja? Dat gaat ook over de Binnen ja, ja. van Nijvel. Beide niet zijn... doen is echt een slechte film. Ja. <laughs> beide ja. zijn entertainment. Of, ja. Ja, of beide zijn um, gemaakt om... Je probeert de feiten en de gebeurtenissen weer te geven, maar gewoon via een ander medium of via andere dingen. Wat, maakt, mm -hmm. wat is dan het verschil? Ja, dat vind ik een heel goede vraag. Ik, ik sukkel daar zelf een beetje voor mijn eigen mee. Mm -hmm. Omdat... Ik, ik ga nu even gewoon een ander voorbeeld geven. Hè. Ja? Maar um, nu op VTM Go komt er een reeks over de gebeurtenissen van 22 maart. Dus... De aanslag op Zaventem. Ja. De mensen die effectief in real life de slachtoffer waren, die hun steun is stopgezet. Dus die, die moeten vanaf nu hun plan maar trekken of zo. Mm -hmm. Maar VTM kan nu wel kijkcijfers gaan trekken en geld verdienen eigenlijk. Mm -hmm. Met een serie over die mensen, hun miserie. En ik worstel daar heel hard mee. van. Eigenlijk, ik wil dat wel zien. Ja. Maar anderzijds wil ik eigenlijk nog het liefst van al dat die mensen steun krijgen. Ja. ja. Maar ik wil het wel zien. Allee, snap zo? Oh, ja, 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 ik zou het graag wel zien, maar oh, fuck. Dat is het het, kitten, het he? strookt niet met mijn waarden of zo ergens. Ja, exact. Dus je zit zo heel een tijd voor zo'n moreel dilemma, precies. Ja, van mm -hmm. oei. hoe fout is het eigenlijk? Allee. Het is heel menselijk, maar hoe fout, voelt het ergens voor jezelf niet om zo, serie's zoals Chernobyl en, en over 22 maart en over films over 9-11 en zo? Mm -hmm. Het is heel menselijk om dat te willen zien en om, om, om dat te voelen of, of om te weten hoe het was of zo. Yeah. Maar ergens is het, als je dat hebt meegemaakt, had je nooit gewild dat je wist hoe dat was. Ja, ik Ik kijk naar True Crime reeks en, hè, en ik kijk naar, weet ik veel, alles wat met al die dark dingen te maken heeft. Maar ik voel dat toch ook ergens heel fout. Ja, ik, ik, heb, dat, ik heb bewust nooit naar zo films van Ted Bunny. Gewoon omdat ik daar ook echt nachtmerries van krijg. Van, what the fuck, dit kan uh, er ook overkomen. Maar ook gewoon omdat ik zoiets heb. Yeah. Van, ik ben niet akkoord dat we überhaupt iets in een naam nog zeggen? Die verdient, yeah. die, niet. die verdient geen aandacht. Hoeveel tijd moet er voorbij zijn voordat het wel normaal is? Want bijvoorbeeld als wij films zien over het oude Rome en over Gladiator of zo. Ik voel mij daar veel minder schuldig mm -hmm. bij. Omdat ik zoiets van: ja, dat is zo lang geleden. Ja. Ik kan daar nu echt niks aan doen. Terwijl als ik naar een film kijk over. Ja. Noord-Korea of over weet ik veel wat, dan denk ik, fucking hell, deze is nog steeds aan het gebeuren. Dus waar ligt die grens dan? Ja. Aan? Zoals jij zei helemaal in het begin, ramptoerisme, er ontstaan films omdat we willen zien wie dat er gebadst is. Dus dat, dat is iets heel ja, ja, ja. Dus dat is, een... dat is eigenlijk gewoon ramptoerisme 100 jaar na datum of zo, bij wijze van het spreken. Ja, maakt dat, dat dan oké okay of zo? Ik vind dat een super moeilijke. Omdat ik, ik had gelezen dat er heel veel toerisme was naar uh, New Orleans. Um, na orkaan Katrina. Heel veel mensen kwamen om te helpen, maar heel veel mensen waren ook gewoon echt foto's aan het trekken van. Zo ziet het eruit. Zo is de verwoesting. En dan terug naar ja. huis. Dat ik ook dacht. Ja, dat is een beetje dubbel. hè ja. Van ja, jij kunt lekker terug naar je warm knushuisje, maar die mensen zitten daar wel tussen de brokstukken. Ja, maar dan laat ik mm. ook van ja, kijk, heel veel um, regeringen, zoals bijvoorbeeld Thailand, die hebben zo snel mogelijk het toerisme terug opgetrokken. In gezegd van kom allemaal kijken en zie wat er allemaal met ons gebeurd is, zodat die geld hadden om alles terug op te bouwen. Wat is de grens? Wat is uh, toerisme omdat het goed is voor de uh, economie en goed voor de lokale bevolking of zo? Of mm -hmm. het is toerisme omdat je iemand, omdat je echt zo het hele slechte situatie wilt zien? Ja, vertraagt je met je auto om te kijken of dat je kunt helpen of om te zien of dat je bloed kunt zien. Ja, exact. Verkleind na naar. Tellen, ja. Ik blijf zeggen, het is menselijk. Anders zouden we het niet zo massaal doen. Ja. Ik ga nog eventjes een paar topbestemmingen oplijsten. Ja, mensen dat dan toch hadden meegekwist ofzo. Dingen ze maken. Dus sowieso Alcatraz, San Francisco. Pearl Harbor, Pompeii. Ook heel. Ja? Um, dan de catacombes in Parijs, het Anna Frankhuis in Amsterdam. Oeh ja, Japan. Um, en dan ja. daarin volgend ook de nuclear testing grounds in Kazachstan, van de voormalige USSR. Dat daar van mm -hmm. alles in gedaan dat je denkt, oh, waarom? <laughs> dan uh, had je ook nog de Robben-eilanden in Zuid-Afrika, waar Nelson Mandela verbleef. De begraafplaats bij Lachaise. Um, waar dan gewoon bekende mensen begraven zitten. Dus dan zijn we weer in de richting van zo de cultpersonen. En als, ik ga niet zeggen ultieme cultpersoon, maar toch top 5. La Catedral, de gevangenis van Pablo Escobar in Colombia. Dus eh, voor degenen dat dat niet weten, Pablo is een drugsbaron. En die heeft eigenlijk een deal gemaakt met de Colombiaanse uh, regering. En die heeft gewoon Belachelijk veel geld gegeven, waarschijnlijk. En die heeft zijn eigen gevangenis gebouwd, wat gewoon mm -hmm. sowieso al ziek is. Van: Ah, ik moet in de gevangenis. Oké, okay, ik. Uh, en die heeft gewoon zijn eigen huis opnieuw gebouwd. Hè? Mega chillen gevangenis. <laughs> en daar zat je dan zo met een paar uh, vrienden. Allez, vrienden. <laughs> en je kunt dat dus je kunt, je je kunt heel die gevangenis bekijken. En daar sleept hij en, en daar is dat en daar is dat. En. Die zijn een huurmoordenaar, die geeft aan tours. Ja. Blijkbaar is België de minst waardige toeristenplaats van Europa, maar is vooral getekend door de wereldoorlog. Dus dat wij eigenlijk het saaiste zijn voor dark tourism. Ja, we hebben niet superveel of zo. We hebben Ieper. Ja. Um, en dan de dossijkazerne, waar ik daarnet over sprak... Um, en dan het fort van Breendonk, dat ook in de Tweede Wereldoorlog is uh, gebruikt als uh, werkkamp. Mm -hmm. en, en in de Eerste Wereldoorlog... Dat, dat heeft ook een hele rijke geschiedenis. wel Maar inderdaad, als je speciaal voor dark tourism naar België komt, gaat het daar snel door zijn. Of zo. <laughs> um, Ik vrees er ook. Wel. Allee, vrees er. <laughs> Ik vind het raar dat er niet, buiten dan het Congo-museum, wordt er niks gezegd ja. over ons koloniaal verleden? Nee, inderdaad. Ja, maar. Het ding is. we Belgen. wij zijn er niet trots op. Nee. Maar we erkennen het ook niet, of zo? Ja, Allee. Mm -hmm. Als land dan, hè? niet als individuele personen. Dus ja. je hebt wel inderdaad dat in het Afrika Museum dan. intervuren. Ja. Oh ja, dat bedoel ik, sorry. Ja. Stop. Vind jij dat er. Sommige plekken verplicht moeten bezocht worden? Hmm. Misschien wel. Maar het kan zijn dat ik me daar later nog over bedenk. Okay. Hè. Meningen zijn geen vaststaande feiten. Okay. Hè. Um, ik vind misschien dat Auschwitz wel een, een plek is dat... Um, of, of een ander werkkamp. Of, gewoon omdat tegenwoordig wordt kei vaak ontkend dat de holocaust gebeurd is, blijkbaar. Oh Steeds vaker. Um, en dan vind ik... Mensen moeten wel echt weten... hoe erg en hoe vreselijk dat, dat allemaal was. Zodat dat nooit meer gebeurt. En ja. daarvoor vind ik dan die kampen wel... Beeld u in dat je... Allee, je kunt niet anders. Hè. Als je daar doorloopt, kun je niet anders dan je inbeelden dat je daar... Zit en bijna eten krijgt. En geen, dat zijn echt dingen dat ik mij nog super levendig kan herinneren van die bezoeken aan het fort van Breendonk en zo. zo. Hoe ernstig mm -hmm. en hoe erg dat, dat allemaal was. Dus dat vind ik wel een meerwaarde in, in, in de opvoeding of zo op dit moment. Ik, uh, in 2017 was er ooit een. Um... Een project, zeg maar. <laughs> en dat heette ja. de Yolo-kaust. Dus van Holocaust en Yolo, you only live once. En dat werd gemaakt door een Berlijn. Maar die uh, was de kleinzoon van een, uh, een overlevende van de Holocaust. Shahak Shapira. En die... Um, je weet toch, in Berlijn is er zo'n um, monument met allemaal zo van die betonnen blokken. In verschillende hoogtes. Dat staat dan ja. voor de Jodenvervolging van de Tweede Wereldoorlog en al die mensen. En, dit en, dat. Ja. en er worden kei veel selfies getrokken en filmpjes opgenomen, en mensen dat dan op die blokken springen en jongleren en, en, de, mm -hmm. en weet ik veel wat. En hij zegt: op zich storen mij die selfies niet, maar het is jammer dat mensen niet meer beseffen wat dat, dat betekent, of. Ze geven er gewoon echt niks meer om. Dus hij had de foto's, dat mensen gewoon zo online, Facebook, Instagram en zo, um, hadden geplaatst op die blokken. Had hij gefotoshopt op foto's van uh, dat getrokken zijn tijdens de concentratiekampen. Oh, als je iemand ziet springen in 2020 op zo'n van die blokken, staat hij nu te springen op ja, een berg lijken eigenlijk? Waarbij dat je dan ineens wel zag van eigenlijk, is is zo ongepast en zo'n rare reactie ja. deze plek te doen. Twaalf ja. mensen, die hebben ze ook kunnen bereiken, gewoon omdat er zoveel over te doen was. En die hebben dat bijna allemaal eraf gehaald, uh, af hun socials. En zich ook geëxcuseerd van, oh ja, ik bedoelde nog niet zo. Um, ik denk, uh, ja. ik heb er zo niet bij nagedacht of zo. Als ik naar Cambodja ga ja. en foto's trekken van. Een put met botten in. Ja, en dat is ook gewoon niet. Pas niet. Ja. Niet. <laughs> ja. <laughs> mopje, mopje, ik nee, wil dat... luchtig maken. <laughs> <laughs> ik heb daar geen filter voor. Ja. Geen voor. <laughs> Heel simpel, 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 simpel gesteld, hè. Mm -hmm. Als jij iemand dood op straat. Okay, ik, misschien maak ik het te simpel. Maar je gaat mm. toch niet. Sowieso als je iemand dood zou zien, zou je, zou je eerste instinct toch niet zijn. Ik ga er een foto van maken. Zeg. Zo. Selfie ja, terwijl zo... ik lichter te lachen. Nee toch. Dat doet het toch niet. Maar, zo aanschuiven om. De, uh, bijvoorbeeld in Amerika is er een X op straat waar de, de kogel John F. Kennedy heeft geraakt. Er is een X gemaakt. Ah. En mensen staan aan te schuiven om... Dat is gewoon een, dat is gewoon een weg hè, waar auto's rijden. Hè. Don't give a shit. Hè. Mensen staan aan te schuiven om op die X te gaan staan en een foto te, te trekken. Ja, omdat ik, misschien klopt het niet helemaal als je iemand dood tegenkomt, maar pak dan als je bij het graf van je oma of zo staat of bij het graf van iemand van je familie, is je instinct toch ook niet om... Een glimlachende foto met de graf te trekken of zo. Moeilijk, hè? Ja. Ik heb ook wel een paar minder gekende uh, plekken opgezocht. En ik vond die wel gewoon... Dat vond ik echt wel heel duister en heel zo... Oh, ik zou hier echt nooit naartoe willen gaan. Ja. Um, ken jij het bos Aoki-gahara in Japan? Spijt me als ik het fout uitspreek. Uh, nee. Oh. Dus dit wordt het zelfmoordbos genoemd. Dus Japan staat sowieso al bekend voor, uh, voor de hoogste zelfmoord-rating um, ja. van heel de wereld. En heel veel mensen gaan dus naar dat bos. Ik denk dat er tientallen, twintigtallen mensen zijn die elk jaar in dat bos zelfmoord plegen. Dat komt ook voor in um, die serie Dark Tourism op Netflix, waarbij. Dat ze hmm. um, Amerikanen interviewen en vragen waarom, waarom kom je naar hier en waarom wil je dat zo graag zien. En dan zeggen ze, ja, ik ben nog nooit buiten Amerika geweest. En ik las daar en ik dacht, oh man, dit klinkt wel echt heel graag om te zien. En dan vroegen ze, wilt je dan ook echt lijken vinden? Of wat, wat, wat trekt u hier zo hard in aan? Um, en dan zei hij, oh ja, een lijk zien zou wel een kerst op de taart zijn op mijn vakantie. Wat? Ik weet niet of ik het zou willen zien, omdat ik niet weet hoe ik daarmee omga. Dat ik zo dacht. Mm -hmm. huh? <laughs> en als je nu naar Japan gaat, zijn er toch veel interessantere plekken om te bezoeken. Nummer twee is het Poppen-eiland, um, La Isla de la Muñecas in Mexico. Het idee alleen al als je op dat eiland aankomt, heb je honderden, maar echt Honderden kapotte, beschadigde, onthoofde, sinistere, rare poppen. En die hangen gewoon overal. Aan alle huizen, aan alle bomen, aan... overal gaan je die tegenkomen. En dan begon al Don Julian Santana, die was naar dat eiland verhuisd en die vond een lijk, allez, een lichaam van een jonge dame die um, in, het, in het water dreef. En daarna volgde er zo een pop uit dat water. En elke dag hoorde hij die het geschreeuw van dat meisje, dat verdronken is. En daarom is die poppen beginnen verzamelen om ja, die haar geest tegen te houden, plus blij te houden. Ik, ik weet niet wat dat zijn benedenredenen exact waren. Um, maar als mensen het okay. dat gaan onderzoeken, hebben ze nooit dat lijk van dat meisje gevonden. Dus iedereen denkt eigenlijk dat hem dat gewoon verzonnen heeft. En in 2001, dus niet... Ja, ik wou zeggen niet lang geleden, maar dat is toch twintig jaar... Hebben ze die en Don Juan Santana verdronken, teruggevonden... op exacte plaats waar dat hij dacht dat dat jong meisje was overleden. Dus nu hangen die poppen daar nog steeds... en kunnen ze een museum gaan bekijken van... Dit is zijn favoriete pop. Dit was zijn eerste pop. Dit was zijn... Woe! Mm. Het is gewoon zo tragisch dat die heel zijn leven zo... Oh, die is gek en uh, die heeft dat verzonnen. Van, van dat er een meisje ja. in dat water zit En dan... Oh, hij is dood. Nu gaan we geld verdienen op zijn kap. Ja. Dus, um, ja, bijvoorbeeld, er is ook een mysterieuze brug in Schotland. En dat heette Overtown Suicide Bridge. Blijkbaar, eh, vanaf de jaren zestig tot nu, zijn er al vijftig honden die daar zelfmoord hebben gepleegd. Honden. Honden, ja. Dus, oef, oef, allee, zo, niet mensen. <laughs> Bedankt, om... <laughs> dan. Ik <Duidelijk. lacht> ja. um, Dus ja, er zijn al wetenschappers geweest. En er is ook zo'n Society uh, of Cruelty of Animals. Die heeft ook al gezegd, we moeten dat onderzoeken. Hoe kan dat nu? Hmm. Het is niet dat dat per ongeluk gebeurt, hè, dat je uitschuift en dan valt of zo. Die bewust springen die daaraf. En als... Er zijn een paar honden geweest die, die val hebben overleefd. Terug omhoog zijn geklommen en opnieuw zijn gesprongen. Ik ga nachtmerries hebben van. Oh, sorry. Ja. Ik vraag mij gewoon af... Waarom staat die brug daar überhaupt nog? Of doet daar net een rond? Ja. Of weet ik veel. Ja, waarom is dat nog niet gebeurd? Ja, 80 jaar minst. later... Nee, sorry. 60 jaar later en niemand dat denkt. Tja. <laughs> we gaan dat niet... Misschien moeten we ervoor zorgen dat die dat niet meer kunnen doen. Ja. In plaats van onderzoeken waarom dat ze het doen. Zorg eerst dat dat niet meer kan en vraag u dan af. Ja. Maar waarom deed je die dat? Ja, ja exact. ik echt. Oh, ik, soms ben ik zo in de war van mensen. Ja. Hebt jij toevallig 110.000 euro over? <laughs> uh, I fucking wish. Nee. <laughs> Dat is jammer, want dan gaat je nooit het wrak van Titanic in het echt kunnen zien. Oh no! De filmset zal ook nog wel bestaan, zeker. <laughs> Universal Pictures hey. of zo. Je oplossing. Ik, ik vind deze echt extreem veel geld. Maar mensen hebben dus echt extreem veel geld over om... He, dat is dan bijna 4000 meter diep in de uh, Noord-Atlantische Oceaan. Oceaan ja. um, naar de Titanic te gaan kijken. Voor mensen dat dat niet weten. Dat is een luxueuze cruise ship en die wat is dat 1912. Ja, je gaat zoiets. van Southampton naar New York en je botste in een Ijsberg. Belachelijk veel mensen kwamen om. En dat is eigenlijk het beroemdste scheepsongeluk in de geschiedenis. Ook mede dankzij Cameron, zijn blockbuster met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Dat is alles wat ik weet hoor. En ik stop de ja. tijd. <laughs> Waarbij dat ik denk: als je al zoveel geld moet betalen voor een wrak te gaan zien onder water. Ja, en dat ligt er al 109 jaar. Dat is helemaal verroest en... en, en... Allee. Ja, maar je kunt dat ook gewoon echt opzoeken, hè. Op Ecosia of Google of wherever. Ik heb het ook gezien, hè. Zo. Allee, <laughs> zou jij, als je nu hoort wat dark tourism is, zou je dat dan blijven doen of zou je ergens de grens trekken? Maar ik vind enerzijds... Sommige van die dingen, of veel van die dingen, zijn heel belangrijk geweest in onze geschiedenis. Mm -hmm. Moeten we zeker ons, ons blijven herinneren. En, en uh... als je dat wilt doen, moet je ook wel het respect kunnen tonen om niet in Tsjernobyl te staan, mm -hmm. in je bikini of in, op, da, op die plek in Berlijn, dat je niet staat te glimlachen. Je moet u wel. Als je het wilt doen, doe het dan niet voor Instagram, maar voor uzelf en omdat je iets wilt bijleren en zo. Yeah. Maar ja, dat is weer dat idealistische beeld van mij: hè? Van, Laat ons allemaal vrolijk handen houden en, en uh, dan komt het wel <laughs> goed. Maar, <laughs> um, ik, ik, ik zie er op zich de waarde wel van in, van sommige dingen. Maar laat ons inderdaad misschien in plaats van de Jack the ripper tour, laat ons de. Het de Elizabeth, of ik weet niet meer hoe hij zijn slachtoffers heet. Ik denk dat er een Elizabeth bij was. Zie, dit is het probleem. Hè. Laat ons het de Memorial Tour van die slachtoffers noemen en niet kijk hoe Jack Dripper hier prostituees heeft vermoord. Ja, want je zegt niet, want die Tour als je zegt, ah, want ik denk ook dat er eentje Mary heet. Um. Als je mm -hmm. zegt uh, we gaan de dag van, van uh, Mary eens overlopen, dan kun je het nog steeds hebben over hoe hij haar heeft aangevallen of zo. Ja. Je beschermt niemand. Hè? Je zegt niet van oh, mensen mogen dat niet horen, het is te grafisch of zo. Maar je, zegt gewoon, je verschuift gewoon de manier waarop dat je iets vertelt. Want niet kijk hoe uh, vakkundig hij werk is gedaan, maar kijk wat hij heeft meegemaakt. Mm. <laughs> en stop met dat idee alleen hoeveel mensen dat er niet verliefd zijn op ja. dit bunny of uh, die en Charlie Manson, of weet ik veel wie, dat je dan denkt... Mm -hmm. oh. Maar je hoort dat gehoor, toch vaak, dat, uh, dat die dan zo brieven krijgen, zo... Ja. Um, van, van, ja, fans of, of ja, stalkers misschien intussen al, die, die, die echt in contact willen komen met dan, ja. die seriemoordenaar en... en soms zelfs een relatie mee opbouwen en zo. Hmm. Dat ik zo denk, maar wie heeft er u pijn gedaan als kind? Maar dat is ook zo. Het zieke, omdat je echt denkt van. één, hoe is die persoon zo geworden? Twee, hoe kan iemand daar zich daar nu aangetrokken? Terwijl heel veel mensen. alleen vrouwen denk ik dan vaak. Die willen mensen um, herstellen of zo. Oké, okay, ik denk. Ik ben fan van dark tourism, omdat ik het goed vind dat mensen geïnformeerd worden over de geschiedenis. Op welke manier mm -hmm. dat je dat doet, ik ben niet akkoord met alles. Um, en ik ben mm -hmm. niet akkoord met alles type educatie of zo. Um, maar ik ben wel blij ja. dat dat geen taboe is of zo. Mensen, mensen zijn nu gewoon eenmaal ge geïnteresseerd in het iets donkerder of zo. Ja. Ik denk dat heel veel, ik vrees gewoon dat heel veel mensen dat met de foute intenties doen. Oftewel vinden ze het leuk, ofwel zijn ze geobsedeerd door iets of iemand. Ofwel vinden ze een bepaalde ideologie van een land geweldig en willen ze dat meemaken. Ja, ik ben fan van dark tourism. Ik ben geen fan van cultpersonen of sensatie. Van zodra dat leuk is om zo'n dingen te bezoeken, ik denk dat dat mijn grens is. Van zodra dat het leuk is, dan hoeft het voor mij niet meer. Want dan heb je het punt gemist. Het mag niet leuk zijn. <laughs> Uw ja. vakantie moet kloten zijn. <laughs> dan komt het eigenlijk op niet. Als je dan al zoiets wilt bezoeken, ja, dan ja. moet het gewoon kut zijn. Okay. Ja, dat is mijn conclusie. <laughs> Zet jij fan van Dark Tourism? Ik zie er het nut van in. Ik vind het zelf interessant om te doen. Ik denk wel ook dat er grenzen zijn, zoals ik zie mezelf niet op het kruis gaan staan waar JFK zijn kogel. Um, dat is, daar zie ik niet echt het nut. Ik, ik, ik wil altijd dat je dan iets bijleert, dat je naar huis gaat en dat je meer inzicht hebt gekregen in een situatie, in een tijd, in iets. Mm -hmm. um, dus ik zou zeggen, niet per se, het mag niet leuk zijn, maar je moet iets bijleren. En ik vind niet ja. dat je iets bijleert door op het kruis, allee, op dat kruisje te gaan staan, dat vind ik een beetje belachelijk. Maar ja. Ieder zijn dingen, whatever. Ik denk gewoon, voor mij moet het gewoon historisch relevant zijn <laughs> of zoiets. Ja. 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 Oké, okay, ik ben aan het kijken hoe je afsluit. We zetten graag elke aflevering ook een Belgische artiest of artiesten in de kijker die je zeker eens moet ontdekken. En dat kan via onze Big in Belgium playlist op Spotify. Uh, omdat we zeker de Belgische artiesten een uh, steuntje in de rug, een duwtje in de rug, <laughs> willen geven. Deze keer um, ja. gaan we Naima Joris uh, met het liedje Soon uh, op jullie afsturen. Zij... Um, die is eigenlijk vrij laat zangeres geworden. Of ja, echt voor haar uh, solo-carrière gegaan. Um, ze komt uit Mechelen. En uh, ze zong al duetten met Remo van het uit Speelde bij Isbels en de Happy. Um, en heeft ook zo heel veel duetten met haar vader, Chris Joris. Zij heeft een vrij uh, warme, jazzy stem. Dus um, perfect voor zo in de ochtend wakker te worden of uh, rustig te chillen. Dus uh, ga haar zeker bekijken op uh, Spotify. En we zullen haar ook nog op onze Instagram-stories plaatsen. Als je, als je luistert via Spotify, kan je haar misschien ineens al in de wachtrij zetten. Ah, handig. <laughs> Afsluiten doen we met de Dit of Dat-dilemma's. Deze keer gaat Annelies 10 dilemma's krijgen die te maken hebben met dark tourism. Meespelen kan ook op onze Instagram-pagina. Ben je er klaar voor? Absoluut. Oké. 3, 2, 1. Duizend. Een verlaten spookstad bezoeken of ruïnes van vroegere steden? Hoi, uh, uh, ruïnes. Um, documentaires zi <coughs> documentaire zien of zelf ervaren via een toneelstukje. Een documentaire zien. Een museum over een seriemoordenaar bezoeken of een dictator. Basically the scene. Is dat niet hetzelfde? Ja. <laughs> Dictator, maar alle twee een beetje tegen mijn hoest. Okay. Geobsedeerd zijn door bad boys of geesten? Bad boys. <laughs> Overnachten in Alcatraz of een nachtje op het eiland van de poppen? Dat met die poppen dan. Okay. Dexter of Superman? D uh, Dexter. Blootstellen aan radiatie of reizen naar een oorlogsgebied? Uh, wat, uh, radiatie? <laughs> Met overlevenden praten of boeken lezen over het onderwerp? Hmm. Ja, boeken dan, denk ik. Een filmset van een horrormovie uh, bezoeken of een haunted house? Ah, een filmset dan. En als laatste, de supermoeilijke. Een avontuurvakantie of een cultuurvakantie? Om het toch iets minder dramatisch. <laughs> te. Dan... Uh, uh, cultuur dan. Hey. Dit was preach voor vandaag. Heb jij een favoriete dark spot? Laat het ons maar weten op Instagram en Facebook preach the podcast. Je vindt ook alle afleveringen terug op je favoriete podcastkanaal en op YouTube ook Preach de Podcast. En volgende keer dan hebben we het over Rocketman. Tot dan. Bye. <laughs> Preach.